Hallo familie! Wat leuk dat je kijkt naar deze hele nieuwe vlog met vandaag Thomas en Denise! Heel goed tegen studenten! Zo, wow, we kunnen gaan. Ja. We zitten in de auto zoals je ziet, want vandaag is de allereerste dag van de... Dag! Tiradag! We gaan dus nu naar Duinrel toe. Heel erg spannend en zoals jullie zien, Thomas gaat mee, Denise gaat mee, Richard komt zo meteen. Oh, dat zullen we nog niet moeten vertellen, waar we de spanning Richard? Erin gehouden. Waar is Richard? Ja. Waar is die? Nou, maar het is... maar het is nu 7 minuten voor 8 en we moeten er heel erg vroeg zijn, want onze eerste meet and greet is om 9:30, dus we gaan heel snel rijden nu. Heel veel zin in. Dus tot zo. Stemopwarming, want Rutger gaat straks optreden. Heel erg spannend, maar dan moet de stembanden natuurlijk opgewarmd zijn. Hebben jullie zin in de Tina-dag? Heel erg veel zin! Zo, we zijn gearriveerd, nog niet bij de Tina-dag zoals je hier ziet. We zijn nu bij een of ander hotel waar we moeten verzamelen. Heb je het koud? Nou, het is wel fris. Kom maar. En we gaan even kijken waar we ons moeten melden. Oh, sorry. Wat gebeurt hier allemaal? Dat is plastic, dat is geen leer, dat is gewoon nep. Alles is fake. Nou, we gaan even kijken waar we heen moeten. Ondertussen hier een fotoshoot gaande. Nou, erg mooi licht. Een sprookjesachtige setting. Jongens, we zijn bij de Kieviet. Heel leuk snackbar. De Kieviet is hier misschien wel. Mocht je die video ooit gezien hebben. Nou. Daar is het logo ook. De Kieviet staat erop. Richard in the house. Yay. We zijn inmiddels vlak bij het park. En we staan hier in een soort van file-achtig iets. Want we kunnen niet verder. En het staat vast. En het is inmiddels 9:15. En over precies een kwartier begint onze meet and greet. Yay! Dat wordt wat. Dat wordt niet. Dus de meet and greet is in de auto. Nee, we hopen wel dat het snel wordt gefixt. Want we willen niet... mensen natuurlijk teleurstellen, maar we hopen dat we op tijd zijn. Net was ik wel enthousiast en nu opeens zo dramatisch. Ja, Denise is er al helemaal emotioneel over. Ik ga weer. Denise is heel tijd aan het huilen. Vind je het wel leuk met ons? Nou, nee, eigenlijk. Nou, hopelijk kunnen we snel verder. We hebben in ieder geval de kaarten net gekregen. Heel leuk voor iedereen. Dus dat komt goed. Oh, wij mogen ook mee. Wow. Het is de Aniet-dag, hè? Dat hadden we nog niet eerder gezegd. Na enige vertraging zijn we dan aangekomen op het park en het is nu 9:55. Dus hopelijk zijn we precies op tijd voor onze meet and greet. Dus we gaan heel snel doorlopen. Ja, we hebben nog 5 minuten om... Ik weet niet waar het is, maar we gaan er heel snel heen. Hoe heet jij? Fiona. En wijs jij ons de weg? Ja. Want we gaan naar de meet and greet, hè? Oh. Hoi. Hoi. Heel gezellig. Ga je er doorheen? Fiona, ik vertrouw op jou, hè? Ja. Oké. Okay. Jij moet zeggen waar we heen moeten. Oké. Okay. Oh. Ja, tuurlijk. Hoi, hoi, hoi. Fiona, waar moeten we heen? Heel jammer, onze gids Fiona is de andere kant op gegaan, dus nu moeten we het zelf vinden. Oh. We moeten naar onze meet and greet. Oh my god. Oh my god. Hoi. Oh, wat erg. Maar nee. Oh my god. Nee. We gaan even hier staan. Oké. Wow. Goedemorgen. We zijn wakker hoor. Inmiddels heeft zich een hele rij hier achter ons. Oh. Oh my god, dat is echt niet. Hallo! Heel gezellig! Yeah. Wat
gezellig. Wat gezellig. Hoi. 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 Oh, wat leuk. We hebben een soort cube hier. Hallo. Kijk hoe leuk. Hoi. Hoi, wat leuk. Nou, wat leuk. Ik voel me met een vis. Ja. Heel leuk. Oh, een festival. Ja. Hebben jullie er zin in? Dan gaat de meet and greet nu beginnen. Let's go. Eerste uurtje meet and greet zit erop. Vond je het leuk, Denise? Ja, heel leuk. Ja, het was heel erg gezellig. Ja, ja. En we hebben echt super leuke cadeautjes allemaal gekregen. Ja, emotie-onderzetters, nog meer emotie-dingen. Snoep, van alles. Dus iemand met een dat gaat allemaal lekker mee. Heel leuk zie ik dat daar de vuurtjesstand wordt opgebouwd. Dus daar gaan we zo ook nog even kijken. Zo, tijdens de meet and greet zag ik al heel de tijd deze twee. Heb je voor mij meegenomen? Kijk, super leuk! Echt gewoon de grootste die ik ooit heb gezien. En wel, is er eentje voor mij en eentje voor Thomas? Ja, eentje voor Thomas en deze voor jou. Ah, super lief, dankjewel. Dan gaan we nog even op de foto, hè? Thomas heeft nu zijn Q&A en wij kunnen stiekem meekijken. Dit is gewoon mijn favoriet moment. Ik wil hier allemaal staan, maar net was het ook wel heel leuk bij de meeting. Dus eigenlijk stiekem twee favoriet moment. Hoe gaat het? Ja. We gaan eventjes een pauze houden. Ik was in een koffie of zo. Ja, koffie hoor. Heel lekker. Wat een gezelligheid zeg. We hebben gewoon een leuk huisje voor onszelf hier. Richard zit gezellig in het zonnetje. Denise zit gezellig in het zonnetje. En we hebben een muffin. Dus hier kunnen we eventjes bijkomen van de meet and greet. In het zonnetje. Super chill. Sophie, wil je naar mijn vlog zwaaien? Ja! Nou Thomas, hoe was jouw Q&A net? Heel erg leuk, jullie hebben het gezien hoor ik. Ja, ik heb een stukje gefilmd en ik heb een stukje meegekeken. Oh, heb je zag er heel leuk uit. Gesteld? Nou, nee, maar ik wilde nog wel een vraag stellen eigenlijk. Nou? Kip of vis? Kip. Heel gezellig staan we hier in de merchandise stand. En ik ben niet alleen, kijk maar mee. Nou, het ziet er echt super leuk uit. Kijk, je ziet hier overal de versie daar hangen. En hier ook nog leuke posters. Dus, nou, en ook heel gezellig hier. Dus, nou, we gaan even denken wat handtekeningen uitdelen, toch? Ja! Yes. Let's go! Kijk wat ik krijg! Dankjewel! Super leuk! Zo, dat was heel erg heftig zeg, bij de Virgin Dive stand, maar wel heel erg gezellig. En nou, kijk eens wie ik hier tegenkom. Hallo! Ik dacht, ik kom even heel goed. Nou, dat ging heel goed. Oh, vind je het leuk vandaag? Ja, ik vind het echt super leuk. Ik vind het altijd gewoon super gezellig op de Tina Dag. Mm-hmm. En het weer is zo geweldig. Ja, je kan het hier een beetje zien, maar de lucht is gewoon de lucht is super strak blauw. Echt heel erg leuk. En we hadden net tegelijkertijd onze meet and greet. Ja. We konden zwaaien naar elkaar, want het zijn van die glazen kubussen. Ja, het is zo grappig, want er is zo'n glazen U-cube aan de ene kant en dan eentje aan de andere kant. En we hadden natuurlijk Nou, maar nu eventjes chillen, eten. Eten. Heb je straks nog een Q&A of niet? Ja. Oh, dat ook inderdaad. Dat moeten wij ook. We zijn net mensen soms. Bijna, hè? Bijna. Nou, let's do it. Het is bijna tijd om te gaan optreden zometeen. Ik vind het best wel een beetje spannend, want eerlijk gezegd voel ik me niet heel erg lekker. Ik ben me er een beetje doorheen aan het slepen vandaag, want ik ben heel de wikkel een beetje ziek. Maar ik ga heel erg mijn best doen om toch zo goed mogelijk op te treden. En dat doe ik door nu nog even te oefenen. Dus ik loop hier zo heel romantisch door een bos in mijn eentje. En hoop ik zo meteen dat het optreden heel erg goed gaat. Wel heel sentimenteel zo met deze muziek. Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt. Gelukkig schijnt hij wel vandaag. Nou, ik heb de mic. Nanna, ben jij er klaar voor? Wacht. Ja, ik ben er zeker klaar voor, maar jij moet zingen. Ik ja, moet... nou ja, dat zien we wel nog. Ja. Dat komt wel goed. Ja. Let's go. Hallo! Hallo! Wat een goede binnenkomen. Holy glitter! Jongen, ga lekker zitten, welkom. Ja, wat gezellig! Hey.
is everybody so serious? Acting so damn mysterious. With the shade of your eye, you feel so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. Now in the frost, souls worth all the mile. Every just a feel. Think yourself is back and feel harder, come on. Think yourself is back. Think yourself is there, let go. Think yourself is there, let go. Think yourself is there. Optreden zit erop. Ja. Dat was geweldig. Ja? Ja was nou, dank jullie wel. Ik heb ze betaald om dit te zeggen. Het was leuk genoeg. Oh, gelukkig. Diep, heel diep. Oh, nou. Ik ben best wel blij dat het opzet, want ik ben een beetje duizelig nu, eerlijk gezegd. Ik kun je dus terecht houden. We gaan even wat drinken. Maar het ging wel gelukkig goed. Dat helpt vast. Ja, we gaan even lekker eten, drinken, party hardy. Ik ben allemaal heel trots op, dit ging echt goed. Ah, dankjewel. Ja. Ma. Oh, ik moet eigenlijk jou een kus geven. Sorry. Dat mag ook. Altijd. Kom, we gaan eten. Ja. Nou, wat lief. Dit werd er dus allemaal op het podium opgegooid tijdens het optreden. Super lief. Wat, welke stage? Oh, die had ik nog niet. Heel leuk, Thomas, deze hadden we nog niet. Oh, die hadden we nog niet, kom bij de collectie. Yay! Dat is het doel, ik wil alle emoties als kussen. Dat is heel leuk. Heel erg lief, dankjewel allemaal. Ondertussen is Sophie bezig met het regelen van props voor de fotoshoot. Props, hoe heet dat? Props, ik zei het goed. Want hier gaan we een foto maken. En Richard heeft een fotograaf. Oh, wacht. Jongens, we kunnen niet... Oh, een beest, heel groot beest. Grapje. Wat wilde je afbreken? Wat een chaos. En we gaan nu door naar de tweede meet and greet. Hoi. 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 Ah, dankjewel. Hoi. Oh, dankjewel. Heel lief. Thanks. Oh, Christine. Hallo. Hoi. Ik zit er ook op. Ja. Ik val bijna van de trap hier. Heel leuk, hè, dat je er voor. Hallo. Wat een chaos. Het is wel echt heel gezellig vandaag. Hoi. Niet normaal. Ik leef nog. Nou, daar komt Richard aan met de cadeaus. Er zitten echt zulke leuke dingen tussen. Samen trekken. Durf jij in je leven dit af te doen? Wacht, naar welke kant? Ik moet die kant. Oké, we doen het samen. Okay. 3, 2, 1. Woe! Nou, leuk. Leuk wel, hè? Pak maar een bezem. Heel erg wat er is gebeurd. Dit is dus het gevolg als je glitters in een envelop doet die je aan me geeft. Ik maakte hem hier boven het eten open per ongeluk. En nou ja, de glitters die kwamen eruit en nu is al het eten verpest. En iedereen hier heeft honger. Iedereen. Ik kan niks meer eten. Nou. Het is allemaal jouw schuld. Sorry. Hebben jullie een leuke dag tot nu toe? Ja, superleuk. Ja? Ja. Mooi zo. Nou. Wat is dit? Dit is niet zomaar een video, maar een hele speciale video. Dankjewel. Jouw quote. Oh, heel leuk. Ik ben heel benieuwd. Wat is het? Allemaal berichtjes. Het zijn allemaal korte verhaaltjes. Het eerste boek dat ik ga uitlezen. Heel lief. Nou, dankjewel. En natuurlijk alle... Hoeveel waren het er? 45. Hey, een meisje van 45. Heel erg lief en alle 45 andere familieleden heel erg bedankt. Ik ga het straks allemaal lezen. Heel lief. Wow. First Your Life mokken. Thomas.
Oh, wat een goed idee. Nou, wow. Thomas. Super cool. Wat cool. Wat een gezellige dag. Nou, het was ontzettend leuk om jullie weer allemaal te zien. En warm nu. Leuk. Wow. Ja, gezellig. Maar we hadden echt een family meeting. Ja, je komt met ons leuk. Allemaal op de foto en dat was heel erg leuk. Ja. Dat komt niet heel vaak voor dat echt iedereen er is. Dat was wel uniek. En het leuke is, morgen is er nog een dag. Gaan we gewoon weer. Maar eerst eventjes naar huis rijden. Yes. En toen was het ineens alweer de volgende ochtend. We waren zo moe gisteren dat we gewoon compleet KO gingen toen we eenmaal thuis waren. Mental breakdown hadden we. Nee, dat viel wel mee. Nou. Maar het is inmiddels dus de volgende ochtend. En wij gaan nu weer naar de Tina dag voor dag 2. Maar als je dat wil zien, dan moet je even naar Thomas' kanaal gaan. Want hij gaat vandaag verder vloggen. Ik ga vandaag verder vloggen. Ik neem het even over. Yes, heel erg leuk. En nog iets heel erg leuks. Richard die heeft allemaal foto's gemaakt. Ja. Gisteren, maar die gaat het ook vandaag weer doen. En die kun je zien op virtualife.nl/tinadag. Of in ieder geval de link staat in de beschrijving. Dus als je bent geweest, check even de foto's. Echt en hele weet, leuke foto's jezelf. Erbij. Ja, ze zijn echt heel erg leuk. Allemaal zijn ze gewoon leuk. Nou, heel erg bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vond, laat het ons dan weten door een duimpje omhoog te doen. Een duimpje. En dan zie je heel snel de volgende keer bij een nieuwe vlog. Maar tot die tijd. Stay fabulous. Stay fabulous. Doei. Doei.